Hospes, komt hij dichterbij of blijft Nuis voor? Nuis naast elkaar en dan komt dat laatste rechte eind. Handje op zijn rug. Ja, en Nuis heeft een sterke afzet in de ronde normaal gesproken. Sneller 35-9. Dat zou voldoende moeten zijn. 35-4 voor Hospes. Het zijn de twee snelste van dit moment. Deze man miste de spelen. Valse start. Maar kijk naar het persoonlijke record wat hij in de benen heeft. Hij mag vertrekken. Maar hij vertrekt erg laat, omdat hij wel degelijk bewoog. Kijk eens wat hij nou komt. Kijk eens wat hij goed maakt. En missertjes van Heijn Otterspeer. En dan nog 9-87. Hoe is dit mogelijk? Dat je ondanks die start zo kan openen. En nu kijken wat er nog mogelijk is. Otterspeer komt nog wat terug. Hier is een tap in 35-28. Maar deze eindtijden vallen tegen. 35-28 van de tap. Lichte voorsprong voor Smekens. Voorbij, Knok zich wat terug. Knok zich er net langs. En 35-03 voor beide mannen. Delen de eerste plaats nu, waardoor Nuis zakt naar plaats 3. Maar die zit nog goed. Dus we hebben nu voorbij, Smekens, Nuis, een tap. Dat is de top 4, één rit nog. En dat is een klassieker. El Clasico, de gebroeders Mulder. Gewoon allebei naar de wereldbeker. Dat zou ideaal zijn. Dan moeten ze onder de tijd van 35-28. Dat is de vierde tijd. Moeilijke bocht voor Michel Mulder, maar komt er toch naast. Ze gaan toch niet weer dezelfde tijd rijden. Lichte voorsprong voor Ronald Mulder. En die rijdt 35-22. Het was zo in 2006. Het is zo in 2018. En beide mannen plaatsen zich voor de wereldbeker. En kijk naar de opluchting van Michel Mulder, want die heeft toch veel wedstrijden gemist de afgelopen jaren. En hij ligt eruit. Voorbij. Wint in 35-03. Dan Smekens een 100ste daarachter. Nuis toch knap hoor. En dan Mulder en Mulder op de plaatsen 4 en 5. En dan plaats 6, Dai Dai, een tap.